Het regelen van administratie is niet voor iedereen een leuke bezigheid. Vandaag nemen wij een kijkje bij specialisten die deze last uit handen kunnen nemen. Vandaag op de markt van verzekeringen is er zo'n groot aanbod. Zijn er ook heel veel noden die veranderen eigenlijk voortdurend. Waarbij het dan toch wel belangrijk is dat wij als makelaar kunnen kijken welke maatschappij de juiste dingen kan aanbieden voor de persoon in kwestie. Wel, we hebben de courantenverzekeringen, zeer belangrijk. Hè. Als we kijken naar de actualiteit, de storm, weten we dat dat toch wel belangrijk is, dat dat goed is. Maar daarnaast hebben we ook de specialetjes. Hè. We hebben huisdierverzekeringen, we hebben verzekering voor inkomstenverlies, gezondheidsrisico's. Eigenlijk kan je voor alles laten verzekeren. Als kredietmakelaar hebben wij de huizen altijd een beetje weten stijgen. Maar sinds de 2 jaar, sinds de Vivaldi aan de regering aan de macht gekomen is, is er echt een groot probleem gekomen. We kunnen onze klanten geen notaris- en registratiekostenlening meer aanbieden. Daarnaast vragen de Nationale Bank en de regering om 10% eigen middelen te bezorgen, zodanig dat we een deftige rentevoet kunnen krijgen. Mijn taak is nu om familie en vrienden te overtuigen om die 10% als waarborg te staan gedurende een bepaald aantal jaren, zodanig dat die klanten op een goede manier en naar een goed pensioen toe kunnen geven met hun eigen woning. Als onafhankelijk krediet- en verzekeringsmakelaar maken wij het verschil ten opzichte van de bankverzekeraars, de directverzekeraars en de agenten door onze vrije keuze van kredietaanbrengers en verzekeringsaanbrengers. Tijd voor een vraag, tijd voor een antwoord brengen wij echt in de praktijk. Zowel bij ons op kantoor en we gaan zelfs naar de mensen thuis.